Zo, ik weet niet zo goed hoe ik deze video moet beginnen. Het is vandaag in ieder geval donderdag 23 december. En ik wilde eigenlijk heel eventjes heel graag een soort update video voor jullie online gooien. Ik ga deze video ook niet veel bewerken. Het wordt ook geen hele uitgebreide video. Nou, een beetje, want er komt zo meteen nog wel een Naked Shop vlog aan met een hele kortingscode en hele leuke items. Maar verder wordt het niet een hele uitgebreide video. Ik wilde jullie gewoon heel erg graag eventjes een update geven over de afgelopen 2 weken. Aangezien ik de afgelopen 2 weken eigenlijk niks van me heb laten horen. Ik ben natuurlijk begonnen aan Vlogmas. Dat heb ik volgens mij 8 dagen gedaan. Of er zijn 8 dagen online gekomen. En toen ben ik naar Bonaire gegaan. Het internet op Bonaire was echt mega ruk. Er viel gewoon niet te uploaden. Dus had ik het idee om van Bonaire één grote Bonaire vlog te maken. Die online te zetten. En zodra ik terugkwam verder te gaan met het dagelijks vloggen. Ja, dat was dus het idee. En die Bonaire vlog die komt er ook nog steeds aan. Die komt aanstaande dinsdag voor jullie online. Dus die komt er ook gewoon nog aan, de hele Bonaire vlog. Dus geen zorgen, die komt echt. Maar eigenlijk toen ik terugkwam van Bonaire voelde ik me echt super kut. Ik zat echt helemaal niet lekker in mijn vel. En ja, er waren gewoon wat dingetjes. Gewoon privé, wat gewoon even kut liep. En ja, ik voelde gewoon niet echt heel erg de behoefte om dat allemaal te filmen en om dat allemaal voor jullie vast te leggen. Gisteren heb ik bijvoorbeeld een hele leuke dag gehad. En afgelopen vrijdag en zaterdag was het heel erg leuk. Maar verder van de dagen heb ik me eigenlijk super kut gevoeld. En was ik ook gewoon steeds een beetje aan het huilen en zo. En ja, ik voel me dan gewoon niet echt geroepen om die camera erbij te pakken en dat allemaal voor jullie vast te leggen. Dus vandaar dat ik toen de keuze heb gemaakt om eigenlijk gewoon Vlogmas gewoon te skippen of na te skippen. Ik wilde het echt super graag, maar om nou alleen maar jankende video's online te plaatsen en een beetje te forceren. Alsof ik me goed voelde, voelde niet goed om te doen, zeg maar. En daar had ik ook totaal geen behoefte aan. Ik had totaal geen behoefte om de camera erbij te pakken. Het is de eerste keer dat ik weer denk van, laat ik eventjes een update geven sinds 1,5 week wat er nou eigenlijk aan de hand is. Ik ga niet helemaal in op waarom ik me kut voel en wat er nou precies aan de hand is, maar ik voelde me gewoon kut. Ik zat gewoon niet lekker in mijn vel. Ik was gewoon alleen maar aan het janken. Zoals je misschien kan horen, ben ik eergisteren ook ziek geworden. Ik heb gisteren een coronatest gedaan. Ik heb geen corona. Gelukkig. Dat zou er nog eens bij moeten komen. Zo. Heel erg kut zijn. Maar ja, ik weet niet. Ik had gewoon niet echt de behoefte eigenlijk om te filmen. En ja, vanaf morgen ga ik dat wel weer gewoon doen. Morgen is natuurlijk kerst. Ik twijfel een beetje hoe ik het ga filmen, of ik het in een weekvlog ga doen, of dat ik er 2-daagse vlogs van wil gaan maken van de kerstdagen. Dat moet ik nog eventjes kijken. Ik denk dat het gewoon een weekvlog gaat worden om niet gelijk te veel te willen en zo. Goed verhaal. Ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is voor jullie. Ik hoop dat mijn camera ook scherp stelt. Ik zie er ook echt niet uit. Sorry daarvoor. Wat ik wel echt heel, heel bizar vond, waren sommige reacties van mensen. En ik snap dat. Kijk, ik heb de afgelopen 1,5 week niet echt iets van me laten horen. En Vlogmas had ik natuurlijk, zou ik heel de maand doen, is niet online gekomen. Maar dan denk ik van, er zal altijd wel een reden zijn bij iemand waarom die niet iets van zich laat horen. Of waarom die bijvoorbeeld zijn beloftes zoals Vlogmas niet nakomt. En sommige mensen die gaan zo judgen en die gaan zo ver in de dingen die ze zeggen dat ik echt denk, nou sorry, maar volgens mij ben jij gewoon geen mens dat jij dit zegt. Kijk, tuurlijk, de reacties van mensen van, waar is je Vlogmas? Je zou toch Vlogmas doen? Waar is je video? Begrijp ik echt helemaal, want ik had gezegd, ik doe aan Vlogmas. Vlogs komen niet online. Tuurlijk, ik snap de reactie dat mensen willen weten waar die video's blijven. Maar mensen die zeggen van, je kan maar beter stoppen, val dood neer, we hebben niks aan jou. Dan denk ik echt, sorry, maar dat kan je gewoon echt niet zeggen. Je hebt geen idee. En nu is waarom ik me kut voelde misschien niet het allerergste. Of weet je, er zijn nog veel ergere dingen op de wereld. Maar stel nou dat er wel zo'n heel erg iets aan de hand is. En jij loopt maar lekker te zeggen tegen iemand, val dood neer. Ja, sorry, maar ik kan dat echt niet begrijpen. En gelukkig waren dat echt maar 2 of 3 mensen die zo reageerden. Dan heb ik ook super veel lieve DM's gekregen van mensen die zeiden, oh, ik mis je vlogs, waar zijn je video's? Gewoon op een super lieve manier. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee dat die mensen er ook gewoon zijn. Maar goed, ik ben nu al bijna 5 minuten aan het vollullen met deze kleine update. Ja, vanaf nu, ik zeg niet dat ik me weer helemaal top voel. Ik voel me zeker nog lang niet helemaal top, denk ik. Maar ik wil het vloggen wel weer gewoon oppakken. Omdat ik nu na deze 5 minuten merk dat ik er al gewoon zoveel energie van krijg. En die energie heb ik de afgelopen week wel echt gemist. Vooral de afgelopen dagen. Was wel echt
kut eigenlijk. Ik zeg echt heel vaak kut in deze video, sorry. Maar goed, vanaf morgen is het dus kerstavond. Ik ga gewoon een soort kerstvlog maken, denk ik. En ja, we gaan ook kerst vieren met die meiden. Morgen kerst met familie. Eerste kerstdag ook met familie. Tweede kerstdag met familie. Dus allemaal hele leuke dagen die eraan komen. Oud en nieuw komt eraan. Gaan we met z'n allen naar kerst toe. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus ik weet niet. Ik voel me gewoon een soort van. Ik voel me gewoon een soort van verplicht om eventjes deze update met jullie te delen. Om dit eventjes tegen jullie te zeggen waarom er geen video online is gekomen. Dus ik hoop dat jullie het een beetje waarderen. En een beetje op jullie woorden kunnen letten in de comments. Dat zou ik heel erg waarderen. En, maar goed, ik heb nog wel iets anders leuks om deze video mee af te sluiten. Dat is namelijk wat items van Naked die ik weer heb mogen ontvangen. En met de code 20Fleur krijg je weer 20% korting. En ik zal ook weer natuurlijk alle linkjes in de beschrijving zetten. Ik heb dus echt twee super gave jassen uitgekozen. Eentje ligt er niet bij, dus ga ik even pakken. Oké, ben ik weer. Zoals ik zei, ik heb dus weer items van Naked mogen ontvangen. Met de code 20Fleur krijg je 20% korting. En ik heb allereerst een jas uitgekozen. Ik heb dus van de week ook een nieuwe jas gekocht. Van Air Force. Ik zal hem in de volgende week toch zo eventjes laten zien. Want ik had gewoon niet echt een hele warme jas. En het is nu gewoon letterlijk min 2 graden buiten. Dus ik had gewoon echt warme nieuwe jassen nodig. Want die van vorig jaar van de Zara, die hebben ze beste tijd wel een beetje gehad. En toen zag ik dus deze jas van de Claire Rose collectie. In een beetje een, ja, wat is dit? Een beetje een zandkleurtje of zo. Een beetje grijs zand. En die Air Force die ik heb gekocht, die is zwart. Dus ik dacht, dan doe ik van deze de grijze of de taupe. Hoe je de kleur wil noemen. Ik heb deze in een maatje 34. En het is dus weer zo'n hele lange jas. Ik had er vorig jaar van de Zara dus ook zo eentje. En ik heb echt geleefd in die jas. Dus vandaar dat ik deze ook weer heb uitgekozen. Dan heb ik nog een hele lange jas. En ik hoop echt dat ik deze pas. Want ik wilde hem eigenlijk in een maatje 32. Omdat ik denk dat hij echt heel erg groot valt. Maar die hadden ze niet meer. Dus ik heb hem in een 34 gedaan. En deze is van de Josephine lijn. En dit is een zwarte leren trenchcoat. Het ziet er niet achterlijk groot uit. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb deze dus in een 34. En ze vallen altijd best wel groot, deze jassen. Dus vaak neem ik gewoon 1 of 2 maatjes kleiner. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat staan. Ik zag hem al een paar keer voorbij komen op Naked. Maar iedere keer was hij uitverkocht. En nu hadden ze hem weer in een 34. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Want ik vind het echt een hele leuke jas. Zoals die. Dan heb ik nog 2 pantalonbroeken. En ik heb ook nog een trui uitgekozen. Maar die ligt nog bij Milan thuis. Dus ik kan het niet laten zien. Maar dat is een beetje een gebreide zwarte trui. Ik zal wel eventjes een linkje ervan in de beschrijving zetten. Maar die leek me heel erg leuk met deze pantalon. Deze volgens mij ook van de Claire Rose. Oh nee, van de Josephine. Grapje. Dat is dus deze pantalonbroek. En op camera zie je het niet heel goed. Maar het is echt een beetje een groenig kleurtje. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. Dat is deze. Tada. Mooie onderkant ook. En deze heb ik in een maatje 34 ook. En die is ook van de Josephine collectie. Als jullie trouwens deze video zien. Ik ga namelijk de items niet aantrekken in deze video. Maar als jullie deze video zien, dat is vrijdag. Op vrijdag komt ook mijn story haul online. En in mijn story haul trek ik de items aan. Heb ik ook een post geplaatst met de kortingscode. Dus als je deze video ziet en je wilt weten hoe deze items staan, ga dan eventjes nu naar mijn Instagram. Of nou ja, na deze video naar mijn Instagram. Want daar staan in mijn story alle items hoe dit staat en zo. Dus dan kan je dat een beetje zien. Dan nog een pantalon. Ik was gewoon echt op zoek naar een goede, mooie, niet te lange pantalon. Want ik heb al een hele mooie zwarte. Alleen met die moet ik echt hakken aan. Want anders is die echt te lang. Deze is van de Amelie Star Collection. Ook in 34. Deze ziet er wel echt heel erg mooi uit. Ook mooi voor met de feestdagen misschien. Dus hier ben ik ook echt heel, heel erg blij mee. Ik hoop dat die past. En als laatste heb ik een gebreide jurk. Een beetje in een donkergrijze kleur. Ook van de Claire Rose collectie is die volgens mij. Even kijken. Ja, van de Claire Rose collectie. In de maat XS heb ik hem. En dat is dit gebreide jurkje met van die mouwtjes eraan. Kijk. Heel erg
leuk. Ik dacht, dit is op zich ook nog wel leuk voor kerst. Met dan een mooie oorbel erbij en je haar mooi. En dan mooie laarsjes of zo eronder. Want bijvoorbeeld tweede kerstdag zijn we altijd met mijn moeder. En dan doen we nooit zo heel bijzonder qua outfits. Kijk, morgen doe ik lekker mijn glitterbroek aan. Maar ik dacht, dit is misschien wel leuk voor tweede kerstdag dan. Dus dat is deze. En deze heb ik dus in een XS en die is ook van de Claire Rose collectie. Met die trui erbij waarvan ik het linkje in de beschrijving ga zetten, waren dit alle items die ik van Naked heb mogen ontvangen. Met de code 20FLEUR krijg je 20% korting. En alle linkjes zullen in de beschrijving staan. Ja, dit was dan eigenlijk een beetje mijn update video / Naked haul. Ik hoop dat jullie hem waarderen en dat jullie er een beetje duidelijkheid uit hebben kunnen halen voor de mensen die zich afvroegen waar de vlogs bleven. Vanaf dinsdag komt dus de Bonaire vlog en vanaf daarna weer gewoon normale video's. Ik wil vanaf 1 januari ook iets anders gaan doen qua video's, denk ik. Misschien wat meer extra video's in plaats van alleen maar weekvlogs, want ik merk dat ik extra video's gewoon wel heel erg leuk vind om te maken. Maar dat moet ik allemaal gewoon nog eventjes kijken. En wat ik dat wil gaan doen. En ja, wat me leuk lijkt. Maar goed, voor nu was dit deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Ja, wat moet je er leuk aan vinden? Ik hoop dat jullie blij zijn met deze video. Ik heb geen idee. En dan hoop ik jullie in de volgende video te zien. En dat is in de Bonaire vlog. Dus doei!